Hey, welkom terug bij de vierde aflevering van Cities Skylines. Vierde toch? Of vijfde? Ik weet niet, voor mij vierde. Leuk dat je kijkt. Zoals je misschien kan zien, is er wat veranderd in de tijd tussen de einde aflevering en het begin van deze aflevering. Ik heb het spel even laten lopen, omdat wij zo'n groot probleem hadden met de personeels, het personeel. Maar dat is nu opgelost, zoals je ziet. Ik heb hem even laten lopen en nu is alles opgelost. Dus dat is gefixt. Industrie is ondertussen ook gebouwd en zoals je hier nu bij de drie bouwtjes ziet, staat er nu al wat. Dat was gewoon op, dus dat betekent dat we nu weer kunnen uitbreiden. Voor deze aflevering had ik als idee om hier in het industrieterrein het treinstation aan te leggen voor goederen, zeg maar. Dat gaan we dan ook doen. En dat is deze. Cargo. De cargo. Even kijken waar we hem handig kunnen doen. Want hij moet aan een weg zitten. Aan de rechterkant van het ding, zeg maar. En aan het spoor. Dus even kijken. Als we nou helemaal achteraan in het midden. Ik denk dat het handigste is om in het midden te doen. Waar ik hier een soort afstand maak voor de treinen die er niet heen gaan. Maar dat gaan we even kijken. Ik denk dat we hem hier ergens neer gaan leggen. Zo in het midden. We willen hem daar van een weg eraan leggen. Zo, waar hij aan kan. Kijken, zo moet hij komen dan. Ja, zo gaan we hem doen. Dat we het spel op pauze zetten, denk ik. Ja, we zetten hem even op pauze, want zo ziet hij zich groene bak helemaal vol. Dat betekent dat we weer huis moeten gaan bouwen. Laten wij een hele stuk even weghalen. Zo, dat hier. Dan gaan we even een treinspoornetwerkachtig iets neerleggen, aanleggen. Even kijken. Deze, die gaat dan op het station aansluiten. En dan vanaf hier gaan we gewoon even simpel doortrekken naar dit punt. Maar misschien kunnen we deze even weghalen zo. Volgens mij sluit dat wel redelijk mooi aan, hier ook. Ja, op zich, oké. Dan is het misschien slim als wij ook een afslagje maken voor de treinen die daar niet heen hoeven. Zodat die niet in de rij hoeven te gaan staan, zeg maar, om te wachten op die goederen. Hoe gaan we dat doen? Zo, denk ik. Of is dat niet mooi? Ik weet nog niet of ik dit echt mooi vind of zo. Ik denk het niet. Ja, of we doen iets met een brug of zo, maar ik weet niet of dat mooi is. Even kijken. Want ja, ik reken er nu alsof ze vanaf hier komen. Misschien is het mooi als we iets vanaf hier doen, maar ik weet het niet. Wat we ook kunnen doen is dat wij hem aan deze kant omhoog laten gaan. Ja, zo ziet hij wel ruim. Ja. Ik weet niet of het mooi is. We leggen hem gewoon zo. Dan laten we hem nu volgen. Zo. Zo, even kijken. Zo, dan sluit hij hier ook al mooi op aan. Als het goed is. Ja. Oké, dan loopt die elkaar niet in de weg. Dus dit ziet er op zich. Ja, ik weet niet. Het ziet er. Ja, het heeft wel wat. Ik denk dat het wel mooi is. Ja, wel, ik kan het mee doen. Oké, bij zo'n treinstation wordt het super druk met vrachtwagens en zo. Dus daar moeten we wel wat op gaan verzinnen. Dan wel een inrichtingsbaan of zo maken. Misschien al als we die kant op laten lopen. Dan gewoon deze route zeg maar gewoon apart maken voor de mensen die hierheen moeten. Dus dan doen we het zo. En dan doen we met een mooi bochtje. Zo. Dan misschien vanaf hier of zo, een afslag. Nee, dit moet niet inrichting zijn. Ja. Uiteindelijk zit hij natuurlijk ook van allemaal gebouwen mee, dus dan ziet het er ook mooier uit. Dus maak je daar geen zorgen over. Dat is niet mooi, vind ik.
Zo, dan doen wij dat zo. Dan sluiten wij deze aan op... hier of zo. Dan maken we van de 4 een inrichtingsbaan ervan. Natuurlijk weer de verkeerde kant op. Zo. Dan kan je hier alleen heen als jij hierheen moet. Op zich prima. Dan kunnen wij... misschien om het even mooi te maken. Nou, ik kan zeker niet van 4. Ja. Nee, dat ga ik niet doen. Om even dit gebied op te vullen, wou ik dat doen. We kunnen er wel wat op maken. Dan moeten we deze weg even door laten lopen. Dan maken wij hier een afslag naar links. Zo. Hier gaan we iets omhoog. Zo, en dan doen we dat met een bruggetje. Dan vullen we dit op. Zo, oké. Dan hebben we dit kleine gebied opgevuld. Dan gaan we daar industrie maken, want zoals je ziet hebben we dat ook weer nodig. Deze kan in ieder geval gebruikt worden. Ik hoop dat het goed gebruikt gaat worden. Überhaupt. Oh, ik heb hem al voor pauze afgehaald. Dat moest niet. Dan zetten we hier allemaal industrie neer. Oké, dan komen hier mooie industriële gebouwtjes ofzo. Oké, laten we het gaan bouwen. Kijken hoe dit gaat lopen. Ik ben benieuwd. Oh, kut. Even pauze. Dat heeft natuurlijk stroom nodig. Oh. Laten we hier gewoon vanaf aftakken. Nou, wat industrietrein vind ik toch. Zo'n stroomleiding aanleggen minder erg dan in de stad. Want ja, het hoort een beetje bij de industrie. Oh, water hebben ze ook nodig. Oh, even wachten nog dan. Ja. Het gebied ingekleurd. Dan gaan wij kijken. Als ze stroom hebben, hebben ze dat. Hebben ze dat. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Want we hebben eigenlijk ook nog geen passagierstreinen. Omdat het toch hier alleen maar langs loopt. Maar ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Hé, een vulkaan. Oh, lol. Tot voor. Sick. Oké. Even kijken, wordt het al gebouwd? Er wordt niks gebouwd, er wordt ook nog niks gebruikt. Ja, industrie is daarentegen ook nog niet zo hard nodig. Oh, er komt hier wel. Oh, er komen wel passagierstreinen langs. Maar oh, die gaat inderdaad heel netjes langs. Dat is heel chill dat we dat doen. Dus dan kunnen we daar wat op zetten. Voordat er alleen goederen treinen mogen komen ofzo. Ik weet niet of het kan, maar ik zou even kijken. Ik denk niet dat het kan. Ik denk niet dat dit zo snel gebouwd gaat worden, omdat er niet super veel energie nodig zijn. Oh, en officers is het ook trouwens. Oh, misschien hebben we dan geen industrie nodig, maar wel officers. Oké. Kunnen eventueel in plaats van hier wat grote winkels, kunnen wij wat industrie gaan niet industrie. Wat officers tussendoor doen. Misschien is dat ook wel leuk. Weet ik nou wel officers? Oh, kut, ik heb geen officier gedaan. Office. Kijk, komen hier wat tussendoor wat officers. Die ook weer naar beneden. Heel mooi. Kijk, hier wordt ook gewoon nu. Nice. Ja, je zou misschien denken van waarom de fuck deed ik dit? Met zo overdreven, zeg maar. Dat is gewoon puur, want ik heb bij mijn eigen stad heb ik ook zo'n treinstation hier, zeg maar. En dat doet het vet druk met auto's. Dus vandaar dat ik het vanaf nu al zo op afstem. Maar zoals het nu blijkt is nog geen goed dat gekomen, dus niet vanzelf. Hey, hier hebben ze ook geen stroom. Oh, maar dat komt wel. Want dat pak ze hier natuurlijk van over. Nice, heel nice. Dan laten we dit even bouwen. Ik wou zeggen groeien, maar bouwen. Kijk, het heeft nu ook een stroom. Zoals je ziet is dat groene balkje helemaal vol. Dat betekent dat wij weer kunnen uitbreiden met huizen. Ik zou eens kijken hoe snel dat gaat, want hier kunnen we nog wat huizen neerzetten. Voor mij gaat dat super snel. Laat maar, ik dacht dat het super snel. Ja, op zich? Ja, kijk, ik kan weer wel. Ja. Nee, maar daar kijken we de volgende aflevering mee naar. Dan kijken we wel even waar we uit gaan breiden. Dit is ondertussen ook al gebouwd, heel nice. Ik ben wel trots op hoe dit is geworden. Hier wordt dan geen gebruik van gemaakt, maar dat zien we vanzelf wel. Nou, dan gaan we naar de volgende aflevering mee verder werken. Denk ik dan, maar zo, ja. Ja. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En volgende aflevering gaan we verder werken.
aan onze mooie stad. En dan zeg ik, ja, gewoon doei, of zo. Abonneer. Of zo. Ja, tot de volgende aflevering.